dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is Maiwen. Oh, net niet, schatje. Maar we zijn wel heerlijk in Japan. Het is 7:45 in de ochtend. We gaan het niet te lang hebben over de nacht die we hebben gehad. Want die was echt vrij bijzonder met weinig slaap. Maar... De nachten eigenlijk. Ik heb vannacht wel lekker geslapen. Maar wel gewoon... Kort. Ja, nou, niet eens. Want ik sliep wel voor 12 uur volgens mij. Nee. Oh. Okay. Maar goed, daar willen we het niet te lang over hebben. Want we zijn in Japan. We hebben er ontzettend veel zin in. Ja. En we hebben Wouter en Michel eventjes geappt. Die zijn echt net wakker. Dus we zeiden dat we alvast even naar het koffietentje zouden lopen. En dat we daar hun zouden meeten. Dus laten we daar als eerste heen gaan. En dan gaan we een mooie dag hebben vandaag. Als jullie zin hebben in... dit is dan eigenlijk denk ik de eerste officiële Japan vlog. Dan doe even een duimpje omhoog. Ik ben hyped. Wow, ik zat hierover na te denken. Wij willen nooit eigenlijk de eerste dag meteen al roomservice. Dus gewoon één keer in de week of zo. Ik zag die stickers en ik dacht zo van ja, hoe ga je dat nou doen? Dus ik was al op zoek gegaan naar zo'n hangertje. Ja, je bedoelt niet roomservice, maar gewoon dat ze het opruimen. Oh ja, dat is toch roomservice? Roomservice toch als je iets gaat bestellen op je kamer? Weet ik niet. Dan kloppen ze aan, zeggen ze roomservice. Ja, dat is waar. Je hebt en dit is gewoon, hello, cleaning room. Ja, dat is waar. Maar kijk, het is gewoon zo'n magneetsticker. Ja, dat is echt ideaal. Dus die doen we aan de buitenkant. Maar ik zal je dan nog wat vertellen. Nou? Als we dan hierheen lopen en je gaat naar deze kijken, we hebben dat wel gezien. Dit is dus een fiche. En als we het beddengoed verschoond willen hebben, leggen we die dus op het beddengoed. Oh, dat is top. En dan gaan ze het beddengoed schoonmaken. Oh, dat is wel slim. Ja, ja, we zien nu al zoveel dingen in Japan waarvan we denken... De Japanners zijn slim, jongen. Dat is echt... Dan moet ik hem niet daar neerleggen, maar ja... Toch, doe het zo. Hey. Goedemorgen. Toch, do not disturb op de deur. Maar, heb jij je pasje meegenomen? Van de kamer? Ja? Nee. Ik ook niet. Oké. Ik ben van de pasjes altijd, dus die had ik wel bij me moeten hebben. We hebben hier vitamines liggen, zoals jullie zien, voor donderdag, vrijdag en zo alle dagen van de week. Hotel op pasje mee. Let's go. Dit hotel ziet er ook echt clean uit, hoor. En het uitzicht, zoals jullie vanochtend al zagen, ook echt perfect, hoor. Echt perfect. Lekker vroeg licht hier, dus dat is ook mooi. En we zijn dus nu op de 15e verdieping. Dat is dus de verdieping van de receptie. En dan moeten we daarna met een andere lift verderop nog 5 verdiepingen omhoog voor de hotelkamer. Zoals jullie zien, rocking de Knolpower merch. Ja, ja, dames en heren. 24 januari om 12 uur. Nieuwe collectie online op knolpower.nl. Hoppatee. Ja, deze is wel echt vet, hoor. Nice, hè? Zeker. Mooi zo met blauwe petje. Ja. Is niet dom, hoor. Over. Ja, dat had ik ook een beetje. Die lift gaat zo snel. Ja. Zo fijn die taxis hier. Echt heel fijn. Oké. Okay. Het is lekker rustig. Ja. Waar gaan we heen? Daarheen. Kijk dan, schatje. Wacht even. We zien hier meteen al een vending machine. En dit is echt mij aangeraden door jullie om... Of nou, ik zeg dan jullie, hè. Dat is dan niet altijd iedereen, maar... Sommigen van jullie, die zeiden dat je hier gewoon echt altijd super lekkere dingen van kan halen. En dat je soms misschien een beetje denkt van, hij staat gewoon midden op straat, ga ik dat wel halen? Maar het schijnt gewoon helemaal goed te zijn. Dus dat gaan we zeker weten nog eventjes doen. Alleen gisteren was het me niet gelukt bij zo'n automaat, omdat ik met mijn Rabobank probeerde te betalen. Alleen je kan dus alleen met een Suica-kaart. Ja, je hebt heel veel betaalmogelijkheden, maar heel veel die wij niet kennen. En Suica... is de OV-chipkaart van Nederland, van Japan dan, zeg maar. En met Suica kan je dus ook meerdere dingen betalen. Zoals je avondeten, wat we gisteravond hebben gedaan bij zo'n vending machine. Maar ook dus andere dingen bij zo'n vending machine. En dat is nu al de grootste tip voor Japan om met de metro of de trein te gaan of om dingetjes te betalen. Gewoon dubbel tap en dan krijg je dus deze Suica-kaart. Schat, zijn wij met z'n tweeën overgebleven op de wereld? Of wat is het hier rustig? Wat, is het nou echt nachtleven hier in Japan en overdag helemaal, of overdag in de ochtend zo rustig? Het is wel voor 8 uur, hè? Ja, dat is waar. Als je in Nederland, in Amsterdam zo laat bent, dan is het echt chaos wel. Ja, dan is het al gewoon druk. Ja. Het is wel echt heel fijn om zo wakker te zijn al zo vroeg in de ochtend. Dat is echt heerlijk. Ik vind het ook lekker. Ja. En we hebben expres geen winterjas aangedaan, maar een jas. Ja, op zich is het nu wel temperatuur om een jas aan te doen, maar we hebben zoiets van ja, we gaan toch elke keer lopen en dingen doen en dan... Ja, winkeltjes in, winkeltjes uit en omdat we zoveel aan het lopen zijn, hebben we niet echt een jas nodig. Dus, dikke prima zo. Hier heb je weer een paar van die vending machines. Kijk die tempel daar. Wow, inderdaad ja. Wow, dat ziet er heel mooi uit. En dit? Ja, dit ook. We moeten meer omhoog kijken. Wow. Ja, want we merken sowieso dat veel
Japanners op hun telefoon zitten, al helemaal in de metro, dan iedereen. En ja, die kijken dan veel naar beneden zo. Oké, we zijn erachter gekomen waarom het zo rustig is deze ochtend. Dat komt waarschijnlijk omdat het zondag is. We moeten nog even een beetje wennen aan de dagen en aan de tijden sowieso. We beginnen hier eventjes met een lekker koffietje. En dit is ook de meet and greet plek voor... De afspreekplek voor Wouter en Maisha. Maar die hoge gebouwen hier zo, ziet er mooi uit. En we gaan vandaag echt mooie sightseeing doen, dames en heren. Zin in. Hier zitten we dan, met echt een mooi uitzicht moet ik zeggen. Lekker even een koffietje drinken. Roast babe. Cheers. Good morning. How's life? Goed. Yes? We zijn weer wakker. Lekker geslapen, ja? Ja. Good morning. Oh, je ook lekker geslapen. Ja. Nice. Oh, dit is eigenlijk de eerste dag, hè? Ja. Was gisteren leuk bij die tempel? Ja. Ja, het was al super leuk. Mega. Ja, het was wel heel vet om deze te zien, maar... Ja. Ah, oké. Okay. Het was gewoon een klein simpel tempeltje, of? Nee, het waren eigenlijk heel veel bij elkaar. Het waren een beetje een soort van de hoofdplek van de tempels. Ja. Ze hebben hier het boeddhisme en het shintoïsme, dus dat zijn twee verschillende religies. En dit was dan een shinto-tempel. Dat was de eerste Wouters weetje. Ja, de meeste mensen geloven hier in het shintoïsme. Oké. Okay. En daar... Shintoïsme. Nou, ik zei nog tegen Maisha, als we thuis komen, ga ik even een videootje van documentaire over kijken, maar... Ja. Yes. Niet gelezen, ik was echt instant weg. Ja, jullie waren moe van de reis. Ja. Ja, snap ik. Dus ik weet het nog niet precies, ik weet wel dat je één groot, volgens mij heet het Kanto, de god daarvan. En dan heb je allemaal verschillende subgoden, dus je kan dan kiezen, dus vandaag ga ik vandaag bidden voor geluk, of ga ik bidden dat mijn views omhoog gaan, of weet je. Nee, ik weet niet of views ertussen zitten, maar er was vast wel iets van bekendheid of zo. Ja, precies. Want je had ook allemaal kraampjes en daar kon je dan specifiek iets kopen voor het geluk wat je dan wil. Oh, dat is wel mooi. Stel je hebt, als je iemand ziek is, dan kan je daar een soort van hangertje voor kopen. En ook als je een kindje wil krijgen, dan heb je daar ook weer... Zo heb je elke keer dat je echt met een specifiek doel ergens heen gaat. Ja. Oh, dat kan wel heel mooi zijn. Ja. Ja, gisteren was... komen we nog zo'n tempel tegen, dus we zullen ook een beetje vertellen. Want je hebt allemaal rituelen dat je eerst jezelf schoon moet maken. En dan... Moesten jullie dat gisteren ook doen? Nee, want wij geloven niet, dus als toeristen hoeft dat niet. Ah, oké. Okay. Maar gisteren was natuurlijk zaterdagavond, hè. Daarom was het zo druk. Ik denk het, ja. Want toen wij naar Shimbu... Ja, nee, die lange winkelstraat. Oh ja, ja. Waar ging daar van dood wonen? Shimbu Mbashi of zo. Ja. Ja, daar gingen we heen, die winkelstraat. Dat was super druk, maar was echt gezellig. Ja, echt nice. Ja. Lekker slokje van mijn soepkom, cappuccino. Is die lekker? Deze vind je lekkerder dan van de Starbucks. Ja. Kijk dan, ik heb echt soepkom en cappuccino. En we hebben even lekker kaascroissantje, een normaal croissantje, een lekker shootje. Lekker hoor. Dit vind ik zo sick, dat je hier op drukt om de deur open te maken. Dat heb je dus in Nederland echt niet. Gewoon als je hier naar binnen wil, moet je gewoon serieus op die knop drukken. Maar nu ook op de knop drukken. Zo fijn. Oké, okay. We zijn er klaar voor. We gaan er vandoor. Lekker ontbijtje gehad, lekker koffietje gehad. Ja. Enzo ging navigeren. Oh ja, ik ging navigeren, kom mee. Enzo gaat navigeren. Yeah. Ik zei tegen Wouter, ja, jullie weten wel een beetje hoe dat metrosysteem werkt. Alleen ik wil niet de hele tijd achter jullie aanlopen. Leg me even uit. Dus daar heb ik even een mini spoedcursus gehad van Wouter. Dus nu ga ik laten zien waar we erin gaan met de metro. Ja. En laten we dan alvast links kijken. Hey, metro! Huh? Let's go! Ja, ik moest de telefoon nog erbij pakken, hoor. We gaan naar deze Midosui Line. Yes? Yes, yes. Let's go. Kijk hoe chill dit is. Gewoon scannen en doorlopen. Maar blijkbaar zijn mensen ook heel eerlijk of zo, want je kan hier ook gewoon doorlopen als je wil. Nou, dan gaan we nu hier naar beneden. En we moeten naar Namba Station. Kijk, ik zie hier Namba staan. Bij nummer 20. Dus we zijn nu bij 18 en we moeten naar nummer 20. Nou, dat moet goed komen. Staat hij er? Oh. Je mag niet rennen. Oh, wat? Niet rennen voor je trein? Streng. Wat? We hebben hem net gemist. Helaas. Ja, we mochten niet rennen. Nee. Oei, joh, inderdaad. Het is echt allemaal
allemaal gewoon netjes en beleefd zijn. Dat is echt bizar. Rustig doen. Ik vind die conducteurs er ook zo netjes en goed gekleed uitzien, zeg maar. Met dat petje. Ook voor je. Ja, en naar elkaar. Je moet aan het einde van het station staat altijd een conducteur. En die checkt of iedereen hier, er niemand tussen staat en zo. En dan allebei buigen ze naar elkaar en daarna doen ze. Wow, fijne dat is clean. Maar ook gewoon dit hele stuk ervoor. Ja. Dat je gewoon... Een echte pro-tip. Nou? Dan pak je Google Maps erbij. Kijk. En dan? Nou ja, de treinen hier zijn zo lang, dat als je op het station aankomt en je wil bijvoorbeeld aan de andere kant naar boven, dat duurt heel lang om te lopen. Dus zij raden ons nu aan om in coupé 1 te gaan. Dus eigenlijk moeten we nu helemaal erheen lopen, maar bij het volgende station moeten we daar eruit. Dus dan kunnen we nu alvast het lopen doen. Wat? Op het volgende station niet doen. Hey, dit is wel echt nice. Ja, wow, dat is echt geniaal. Want kijk hoe ver het is. Ja, het is wel een lang perron hier. Dus als zo. We hier toch wachten, kunnen we nu alvast lopen. Ja, dat is wel een goeie. Oké, nou, dan gaan we daar nu alvast heen. Wow, dat is echt nice. Dik, hè? Ja, dat is wel allemaal doordacht. Het is zo slim. Ja, en nu zijn we dus bij 8. Ja. En we moeten dus naar 1. Ja, zie hoe ver het is. Ja, inderdaad. Wow, heel chill. Je hebt hier alleen vrouwen instapplek. Ja. Er staat hier... Schat. Ja. Dit is voor jullie, dames. Woman only passenger car boarding area. Oké, nou wij blijven hier staan, dan lopen jullie maar verder. Dus alleen vrouwen mogen hier instappen, ja. Waarom is dat? Voor de veiligheid. Het leuke is ook, de metro is vaak dan helemaal roze van binnen. Ja, klopt. Ja. Dit gedeelte dus is dan roze. Dat kan je heel makkelijk herkennen. Echt? Ja. Moet jij undercover gaan met de camera? Ja, bij dat roze, what? Ja, dat zijn er een paar hier. En soms hebben ze dus, deze zijn elke dag. Tijdens door de week. Oh ja, dat zie je staan. All day on weekdays. En sommige treinen die hebben ook dat het alleen bijvoorbeeld tijdens de spits is. Want het is gewoon zo dat als mannen en vrouwen heel dicht op elkaar staan in de ochtend. Gebeurt het hier wel eens in Japan dat ze bijvoorbeeld foto's maken onder rokjes of dat soort dingen. Vrouwen dragen hier ook best wel veel rokjes en zo. Ja. En dus om de vrouwen een veilig gevoel te geven, heb je de speciale coupés waar je gewoon weet dat dat niet gebeurt. Wow, dat is echt nice, hè? Ja, zeker. Wow, zo goed doordacht. Hier is het veel drukker, zie je dat? Ja, klopt. Omdat ja. Iedereen weet dat ze straks aan deze kant eruit moeten. Ja, inderdaad. En wij zijn praktisch locals hier, dus wij weten het wel. Ja, ja. Wij straks ook. Wow, inderdaad, zo nice. Zullen we gewoon hier erin gaan? Ja. Even wachten tot iedereen is uitgestapt. Het is echt druk. Ja, hè? Zo fijn dit. Gaan we dit redden? Jawel. Hoe staan we dan? Ik kan helemaal van je hoofd. Ik wil tegen dat voor je. Iedereen is stil altijd, hè? Jij ook. Ik ook. Hey, Wouter. Hallo. Veel mensen voor het druk is. Ja, echt, hè? Ja, gauw. We hebben een speciaal plekje voor jou hier trouwens in de trein. Jij mag hier zitten. Dit is voor zwangere vrouwen. Wow, zwangere vrouwen. Het is gewoon een speciaal zwanger plekje. Ja, voor oudere mensen. Zo die altijd een plekje hebben. Mooi, joh. Zwanger, kijk zo meteen. Ja, jij mag daar lekker zitten, hè, samen met mama. Als dat te vrij is, dan kan ik er ook zitten. Dan doe ik hem ook wel zo. Het is lekker, hoor. Zo, het is druk op de zondag, dames en heren. Het is heel druk. Maar we zijn op Namba station op dit moment. Zwaaien. Gaat hij nu zwaaien? Naar degene die straks het laatste langs zijn. Als we dus helemaal tot hier hadden gelopen, tot nummertje 1, dan hadden we dus hier uitgestapt, omdat we hier dus uiteindelijk omhoog moeten. Maar nu gaat deze conducteur zwaaien? Nou ja, dat deed ze inderdaad, want wij altijd zaten wel. Dan begroeten ze elkaar gewoon even. Oké. Okay. Want de conducteur daar, die hangt uit het raam. Ja. Met deze snelheid. Ja, ja. Ja, kijk dan. Hij wees wel of zo. Ja, precies. Die andere man deed een soort van... Ja. Hij hangt best wel met hoge snelheid uit het raam. En nu komen we dus van daar. En we hebben dus hier gezien dat we 3 en 4 hebben. We moeten dus bij 3 eruit. Dus we gaan nu hier bij 3 eruit. Boom, dikke monies. Oké, dames en heren. Ik heb wat geld gepint. Dit is 10.000 yen. Ik vind het sowieso altijd vet om buitenlands geld te zien. Ik moet zeggen, deze vind ik niet heel erg mooi eerlijk gezegd. Het is gewoon 10.000. Ja. En we hebben alleen maar 10.000 eigenlijk. En dit is ongeveer 60 euro per briefje. Ja, 10.000. Ja, ik zal het nu wel even in beeld zetten wat precies de koers is op de dag van vandaag. Dus 10.000 yen is... Wow! En hier
gaan we natuurlijk even kijken wat we gaan halen. Van het geld wat we net hebben gezien. Zo chaotisch. Wow, dit is gewoon één grote reclame voor. Ja. Kijk hoe groot het is. Nu we op reis zijn hier in Japan, geven we gewoon altijd graag tips voor jullie. We zijn nu in de 7-Eleven, dat is een supermarkt, maar je hebt dus ook een 7-ATM. En dat schijnt wel een chille bankautomaat te zijn, dat is deze bankautomaat. Dus bij de 7-Eleven heb je eigenlijk altijd zo'n 7-ATM bank staan, waar je dus geld kan pinnen. Ja, ook gewoon met je normale pas, want dat is heel fijn. Met mijn normale Rabobank pas, dus niet met creditcard of wat dan ook, gewoon mijn normale Rabobank pas. Van mijn rekening is het gelukt. Ja. Dus gewoon Maestro kaart is dat. Terwijl je in winkels hier eigenlijk nooit met die pas kunt betalen. Ja, nooit met Maestro betalen. Nee. Wel met Visa, maar dat is dan een creditcard. Ja. Peter! Waar zijn we, dames en heren? Waar zijn we? In een soort van ondergrondse foodhal zijn we terechtgekomen. Met allemaal lekkere hapjes. Kijk wat je hier hebt. Zo, heel veel vis heb je hier overal. Dit lijken wel kippenstukjes allemaal. En dit zijn grote kipballen, lijkt het. Zo, kijk dan wat je allemaal hebt hier. Zalmballen. Wauw. Avocadoballen. Ik zie inktvis zie ik hierin zitten. Dat zie ik door die nopjes, die zuignapjes. En dit is volgens mij garnaal. Wauw. En kijk deze ook. Wow, dit is echt ongelooflijk. Kijk dan wat we allemaal hebben hier. Wauw. Zoveel eten. Kijk dit ook. Kijk hoeveel tentjes je hebt. Echt elk tentje zit helemaal vol met eten. Echt bizar veel. Overal waar je kijkt. Terwijl eentje hier... Of nee, dezelfde verdieping, stukje terug, is het metrostation. En ik heb ook iets lekkers gehaald. Het is misschien niet heel erg typisch Japan of zo. Het is volgens mij een soort van groot kaasbroodje. Het is echt Italiaans. Het is een ciabatta. Oh, dit is een ciabatta wat ik heb gehaald. Totaal niet Japans. Hier hebben ze wel weer allemaal lekkere broodjes. Deze is ook echt vet lekker. Wat is dat? Het is een soort van hotdog, maar dan wel met een zoet broodje. Oh, het ziet er wel goed uit. Heel lekker, ja. Schat, dit is echt niet normaal. Maar je weet hè, ja, dat we gaan even lekker proeven. Misschien kunnen we ergens anders ook niet nog halen. Zo, maar dit is echt niet normaal. Maar je merkt wel dat jullie hier eerder zijn geweest, want jullie weten heel veel dingetjes al. Maar dat is juist leuk, want we komen hier dus schijnbaar, zeggen ze, de perfecte aardbeien tegen. Deze aardbeien, dit doosje, kost 3000 yen. Kijk hoe groot deze is. Zo, dat is wel een joekel hoor. Maar dit bakje kost dus 3000 yen. Dat is dus ongeveer... Ja, 20 euro. Zoiets, 18, ja. 19 euro. Ja, zoiets. Dus dat is voor dit bakje, 18, 19 euro. Maar dan gaan we naar deze druiven. En dit schijnen dus de perfecte druiven te zijn. Maar deze druiven zijn 10.000 yen. Gewoon dit zakje, dit wat je hier hebt, dit is 10.000 yen. 60 euro. Maar wij waren zo een keer in een restaurant en toen wilde Maisha wat druiven. Dus ze zag zo 5 druiven. Dus wij dachten, oh, dat is zo'n kindermaaltijdje. Weet je wel, soms heb je van die hele goedkope kindermaaltijden. Maar die was ook 5 euro, wat hier heel veel is, ja. Voor 5 druiven. What? Maar dat waren ook deze. De perfecte druiven. Ja, echt. Lekker? Ik wil het nemen. Dat is appel, hè. Betaal je dus ook gewoon 25 euro. Oh. Maar kijk, er staat wel, doordat hij aan veel zonlicht wordt blootgesteld, heeft hij een goede balans tussen zuurheid en zoetheid. Want hij is gekweekt op berg Fuji. Oh. Wat? Deze komt echt van Fuji, ja. Maar kijk hoe mooi ze eruit zien. Wel. Deze is 25 euro. Maar deze kunnen we met z'n vieren delen, zo groot is die. Ja, joh. Wauw. Onze avondeten. Oké, maar met z'n allen. Hè? Wat willen jullie het liefst? Aardbeien, druiven of een appel delen? Nou, druiven hebben we al een keer gegeten, dus die moeten jullie zelf nog een keer. Maar die zal je sowieso in een restaurant gaan je ze tegen. Ja, dan kan je ze loskopen als toetje. Ja, dan kunnen we dat wel. Zullen we die aardbeien dan nemen? Dan gaan we die met z'n allen gaan we opeten. 25 euro. Let's go for the aardbeien. Schatje, niet normaal. Dit bakje, dames en heren, 15 euro. Maar dan heb je de lekkerste aardbeien ter wereld misschien wel. Ik hoop het. Lekkerste aardbeien die we ooit geproefd hebben. Kijk eens aan, schatje. Dat is te weinig. Oh, ik heb ook nog. Kijk, alsjeblieft. Kan je toch niet geloven, dames en heren, dat fruit zo duur kan zijn. Maar ze zeggen wel dat het waard is. Ik ben echt benieuwd. Wouter, ik ben nog het meest in shock van die appel. Hoe kan één appel zo duur zijn? Ik heb geen idee. What? Maar hoe groot is die boom?
Ja, die appel was zo groot. Ja, inderdaad. Die mogen gigantisch zijn. Ja, echt bizar, man. What? Even serieus, ligt dat aan mij of gaan we die aardbeien meenemen de hele tijd? Nee. We moeten even een plekje vinden waar we even lekker zitten. Hier kunnen jullie wachten op die aardbeien? Ja, je moet er buiten in het zonnetje gaan zitten. Oké, ik wou ze nu gewoon meteen opeten. Ik heb zoveel zin in die aardbeien, niet normaal. Maar ook omdat ze zo duur waren. Check deze auto. Dit vind ik zo sick. What? Deze vind ik echt heel cool. Wauw. Ja, deze zie je in Nederland gewoon nooit rijden. Maar kijk hoe cool deze auto is. Ik vind hem echt geniaal. Ik vind hem echt heel nice. Oké, het is tijd, dames en heren. We gaan de aardbeientest doen. Let's go. De duurste aardbeien die ik ooit heb gekocht. Ja. En we gaan ze deze testen. Oh. Wouter. Oh, ik heb zoveel geld in mijn handen. Ik heb al nooit zoveel geld in mijn handen gehad. Het is zo'n een box. Als je er eentje laat vallen. Echt. Fortuin. Dames eerst. Bedankt meneer. Cheers. Boenavertje. Daar gaat hij, de taste-test. Ik wil gekreun horen. Hij is echt heel erg lekker. Ja? Het is echt de perfecte smaak van aardbei, toch? Niet te zoet, niet te zuur. Sappig, vooral dat. Het komt vocht uit. Heel sappig. Wauw. Heel lekker. Sommige mensen eten dit op trouwens, hè? Maar je gaat het niet. Wat voor cijfer geeft hij? 10. 10. Echt? Mooi, joh. Zo snel. Oh my god. Oké, okay, nu moeten wij wel, ja. Wat een giant. We hebben er 3 per persoon. Ja. Oké, dan gaan we, dames en heren. Oei, oei, oei. Ik ga gewoon voor de grootste. Ongegeneerd. Oh, lekker hoor. Ik geef je groot gelijk. Cheers. Dikke vette proost, man. Daar gaan we. Hij is echt wat jullie zijn. Zo duur. Hartstikke lekker. Snel door. Ik had hem in één keer door. Het is zo duur. Echt niet normaal, joh. Je moet hem gewoon over je tong laten glijden. Dit is niet gelogen de lekkerste aardbeien die ik ooit heb gehad. Ja, normaal eet ik ook nooit dat groene, maar... Oh, zelfs het groene. Zelfs het groen. Oké, we hebben dus 3 per persoon. Lekker. Lekker, man. Dus, zeg ja. Het, hè? Ik ga hem door. Nee, 15 euro. Nee. Hij is weg, hij is gone. Dit is echt niet normaal. Zoiets doe je eigenlijk nooit, maar nu we hier zijn in Japan en je ziet zoiets, dan denk je van ja, hoe kan dat zo duur zijn? En dan proef je het nu en dan denk je wel van wauw. Ja, die moet je lang genieten hoor, van deze. Oh, ja, ja, ja. Heel lang in je mond laten. Het sap in je keel laten druipen. Ja, nu maak ik het gewoon goor. Maar ik moet zeggen, dat groene vind ik niet echt lekker hoor. Nee, het viel ook op mee. Oh, dit was het waard voor één keer. En als we dan zo lekker op de aardbeientour gaan, dan gaan we nu even naar suikers, maar dan minder goed voor je. En dat is dan deze, denk ik. De Fanta. Kijken, hebben ze die? En ik heb muntjes. Ja, en je kan ook nu met die andere pas betalen, denk ik. De andere pas? Ik heb muntjes. Weet je hoeveel kleingeld ik nu al heb? Ja. Dat gaat hard hier, hoor. Die hele zak vol. Ja, kijk dan. Oh ja. Maar even kijken, hier heb ik 100. Deze wilde ik. 140. Deze. 100. En dan dit is 50. Oh, hè? Ja, dat heb je er nu in gegooid. Ja. Oh ja. En dan nu deze. Klikken. Hoppa. Wat? Ik heb deze nog nooit gehad. Druif of zo, toch? Ja, grape, leuk. Kassus. Oh, ziet er wel goed uit. Ja, kassusachtig. Ja, oh, lekker. Kassus? Poeh! Lekker? Ja, dit is echt heel lekker. Dit was een goede aankoop. En die kan ik meenemen voor onderweg. We moeten nog kleine 10 minuutjes lopen. En dan zijn we op locatie waar we graag even wilden kijken. Yay. Let's go. Ik heb dus deze gekocht net. En... dit heb ik gekocht omdat toen ik Google vertalen deed en ik zag wat er stond, had dat me te pakken. En ik ga het nu oplezen voor jullie wat er stond met Google vertalen. Er staat dus letterlijk, we stoppen chocoladeachtige chocoladefondant in de taaie rijstwafel die smelt in je mond. Oké. En toen dacht ik, rijstwafel, chocola, mond.
dit is het. Wow, die had ik wel zien liggen, ja. Hij ziet er niet heel lekker uit, maar... Vind je van dit? Nee. Beetje broodje babpauw. Ja. Heb je dat nooit gezien? Klinkt alsof het lekker is. Niet zo'n reactie als de aardbei. De aardbei was lekkerder. Maar het is heel taai of zo. Dat broodje. Ja. Dat is heel... daar moet je even op kouwen. Maar je ziet wel dat er chocola in zit in ieder geval. Ja? Ja. Maar zei je nou dat broodje? Was het niet rijst? Ach, ja, ja, rijst. Ja, rijst. Nou, het is heel taai. Rijstbrood. Een soort van, ik wil niet zeggen plastic of zo. Een beetje rubber. Oh. Beetje zo gevoel. Nou, ik ben blij dat jij die gegeten hebt dan. Maar het is wel lekker hoor. Oh, oké. Maar ik zou hem niet nog een keer halen. Nee, oké. Maar het is wel gewoon lekker voor het nu. Het is gewoon prima. Kijk hoe fijn dit is. Het is gewoon een katje. Hé, hey, katje. Hier zit ook een katje. Ja, dit is gewoon een kattencafé hier. En dit kwamen we dus net tegen. Daarvoor moet ik heel even oversteken. Ja, het is rood. Ja, kan. Kijk wat je hier hebt. Hier heb je gewoon een huisje. Gewoon een mini-huisje met een auto ervoor. Kijk hoe schattig dat is. Het is echt gewoon hier tussen gezet, zo, dit huisje. Het is echt heel schattig. En hier is dus dat kattencafé. We gaan nu hier naar binnen, bij deze tempel. Gaan we even kijken hoe dat eruit ziet. De eerste tempel die we ooit gaan bezoeken. What? Dit had ik niet verwacht. Wow, dit is vet. Dit had ik echt niet verwacht. Zo, we gaan dit even weggooien. Dit is wel echt bijzonder. Kijk dan hoe groot. Er schiet me opeens wat te binnen. Het is natuurlijk zondag. Ja. Is het dan ook hier dat ze naar de gaan bidden op zondag? Nou, ik ben geen specialist, dus ik vertel ook alleen maar wat ik weet. Wouters maar... weet je, kom op. Ja, gisteren stonden ze ook te bidden. Ja, dus okay. Het is denk ik niet speciaal iets voor nee, voor maar zondag. Ik bedoel meer omdat je want kijkt. Het is natuurlijk ook niet katholiek, hè? Nee, dat is waar, maar als je gaat kijken. Kijk, hier staan mensen in de rij om naar binnen te gaan om te gaan bidden. Maar moet je kijken hoe lang deze rij is. Kijk dan. Ja, ik denk dat het meer komt doordat het weekend is. Mensen hebben tijd. Ja, zal dat het zijn? Ja. Ik denk het wel. Zo, maar het is echt een lange rij in ieder geval, ja. Maar. Kom even bij me staan, Wouter. Check eens even, dit plaatje is echt niet normaal. Echt bizar. Damn, waar zijn we ook gewoon in één keer, hè? We zijn echt in Japan. Echt bizar. En je hebt daar rechts heb je ook nog een rij en daar kunnen we straks wel heen lopen. Want daar kan je dus dan zo'n kaartje kopen met dan volgens mij verschillende soorten dingen waar je geluk voor zou willen hebben. Maar we kunnen even heen lopen. Ja, tuurlijk. Even kijken wat er gebeurt. Ja, nu we er toch zijn. Wat een mooie plek dit, dames en heren. Echt ongelooflijk. Dit is echt zo ongelooflijk groot. En vooral omdat je in één keer van een woonwijk naar binnen loopt hier en je een tempel ziet. En hier dan deze prachtige, nou, draak lijkt het me. Ziet er echt heel erg mooi uit. En wat we hier hebben, ik heb geen flauw idee. Maar gelukkig hebben we Wouter. Ja. Dit zijn geluksbriefjes. En die kan je kopen daarachter bij dat marktje. En op het briefje kan eigenlijk staan dat je geluk hebt of geen geluk. En stel nou dat je een briefje krijgt en er staat op van, ja, je gaat morgen je been breken of ik noem maar even iets. Dus niet iets wat je geluk geeft. Dan moet je het niet mee naar huis nemen. Maar dan bind je hem hier vast. Zodat het hier blijft en niet het ongeluk meegaat naar huis. Meen je? Ja. En als je dus wel een kaartje krijgt, is dat 50-50 of zo? Ik weet niet wat de dropje het zijn. Okay. Ja, best wel gek. Secret rare. Ja, maar moet je dat daar kopen of kan je dat gratis? Ja, nee, die koop je. Dat is dan ongeveer 100 yen. Dus dat is 60 cent. Oh ja, dat is niet zo duur. En hierachter heb je wensbordjes. Ja, dat ziet er ook wel heel erg mooi uit. En die zijn 5 keer zo duur. Maar daar kan je dan je eigen wens op schrijven. Oh ja. En die kan je dan ophangen. Ja, dan kan je gewoon je eigen... Die moet je hier laten, ja. Ja, die laat je dan wel hier. Maar dan bepaal je gewoon je eigen geluk, zeg maar. Ja, en ik weet natuurlijk niet wat hier allemaal staat. Maar dit hebben mensen dan gekocht voor 500 yen. Dus ongeveer 3,20 euro, denk ik. En dan hangt dat hier. En ik moet zeggen, dit is eigenlijk een kleine rek. Als we straks naar een grote tempel gaan. Ik had echt zo lang zijn dat iedereen koopt er allemaal dingetjes. Nou ja, ik vind dit al best wel veel, hoor, eerlijk gezegd. Maar, het is zo bijzonder dat iemand een wens heeft voor 2024. Nou, dat is het enige wat ik kan lezen hier. Ja, echt. Een wens voor 2024 en die hang je dan gewoon hier op. Ja, dat is wel echt gek, dat ja. Het uitkomt. Hier is een Engelse. Oh ja. Ja, er staat al iets heel moois. Everyone a safe and harmonious world to live in. Oh, dat is een wens voor iedereen. Nee. Voor iedereen, dat ja, is wel mooi. Ja, mooi, ja. Dat je niet een wens voor jezelf doet. Call me. Iemand heeft hier een telefoonnummer. Dus inderdaad. Sarah Hut. Call me.
Nou, gaan we niet doen. Maar ja, dit is wel heel erg mooi hoor, om even zo te zien en mee te maken. Echt heel erg mooi. Dit vind ik ook gewoon een vette bezienswaardigheid. Gewoon deze waggy. Ik vind deze zo cool, omdat ze zo'n platte neus hebben. Weet je waarom? Er komt ook weer een soort Myron's Wouters weetje. Nou? Ze rijden hier zo vaak schade dat die neus helemaal plat is. Toen dachten ze, we maken gewoon een ontwerp waar de neus sowieso al plat is. Je lult. Je lult zo erg. Tjonge jongen. Ongelooflijk. Ja goed, ze staan in ieder geval hier allemaal nog in de rij. Helemaal tot ja, bijna de straat. Dus helemaal richting de tempel daar. Goed, we gaan nu een klein stukje die kant op. En dan komen we in een andere mooie straat waar we ook nog even wilden kijken. Waar je ook allemaal andere gave vette winkeltjes hebt. Dus we gaan weer verder met de tour. Maar zoveel te zien hier, niet normaal. En wat jullie misschien ook al is opgevallen tijdens het vloggen. Is dat je heel veel elektriciteitsdraden ziet hierboven. En dat is hier gewoon normaal. Dat gaat bij ons allemaal in de grond, dus dat zie je niet. Maar hier gaat het allemaal naar boven in de lucht. Dus je ziet ongelooflijk veel kabels hier overal lopen, daar ook een paal met alleen maar elektriciteit. Dus ja, heel veel elektriciteitspalen. We moeten toevallig weer langs de tempel. En nu kunnen we nog eventjes aan jullie laten zien dat je dus hier een andere rij hebt. Niet om naar de tempel te gaan, maar om dus die kaartjes te kopen. Voor het goede geluk. Is ook heel lang. Ja, is ook best wel een lange rij. Je moet ook nog wat reinigen. Dus als je binnenkomt moet je eigenlijk daar jezelf reinigen. Maar ja. Je handen of? Ja, volgens mij heb je een lepel. Oh ja, kijk, je ziet daar een lepeltje in. En er is een bepaalde soort van handeling. Dat je eerst in je linkerhand, dan maak je rechterhand schoon, dan pak je hem in je rechterhand, doe je linkerhand. Dan moet je mond doen. Weet je, je moet je mond en dan moet je het weer uitspugen. Er was een bepaalde. Oké, een bepaalde volgorde. Ja. Gebruik je daar iemand anders spuug? Ja, en dat is dus tijdens corona. Ja. Leuk Wouters, weet je. Was dat ook, gebruikten ze niet meer die lepel, omdat je dan telkens aan dezelfde lepel zat. Dus toen hadden ze aangepaste regels voor als je hier gezocht. Maar je spuugt het wel ergens anders uit. Je spuugt het niet in dezelfde bak uit. Dat dacht ik dus ook. Ik dacht, Ja, ik weet niet zeker over dat spuiten, maar ja, je hebt daar een bepaalde manier in hoe je dat dan hoort te doen. Ja, sowieso zijn er mensen kijken die hier wel eens geweest zijn of die hier vandaan komen wellicht. Laat dan vooral leuke feitjes weten, dat vinden we leuk om te zien. En dat kunnen we dan eventueel ook weer delen in de toekomstige vlogs. Oké, waar zijn we nu in één keer terecht gekomen? Wat? Het is een tweedehands winkel. Een tweedehands winkel is dit? Ik zie alleen maar boeken inderdaad. Echt bizar. Ik begin wel een beetje te wennen aan de yen en zo. Hoeveel 110 yen is, dat is dan ongeveer 70 cent, 75 cent. Het is sowieso echt goed met getallen altijd, dus je kan het uiteindelijk echt snel uitrekenen. Ja, ik vind het ook wel leuk. Gewoon dit muziekje ook op de achtergrond. Een stapje water? Ja, lekker. Het is heel lekker, het is heel koud. Ja? Kijk wat ik hier tegenkom, dit heb ik zoveel gespeeld. PlayStation 2, Medal of Honor. What? Het is wel sick om tegen te komen, zo'n oud spel. Kijk dan wat ze hier hebben. Hier bezorgen ze gewoon McDonald's mee. Met deze scootertjes. Hoe sick is dit? Ja, dit is top. What? Ook echt een stijl. Dit is wel echt een stijl. Toen ik pizza bezorgde, dan ging dat niet met zo'n luxe wagen. Ja, ik zou niet cool blijven worden van deze. Wow, dit is wel echt een vette mobiel. Zoals jullie zien rijdt er boven nu een metro langs. En we zijn nu bij Namba City. Tenminste, ergens in Namba. En we zijn hier gewoon een beetje winkeltjes aan het afgaan. Je hebt hier allemaal verschillende merken winkeltjes waar we af en toe even in en eruit gaan. Kijken of we wat leuks vinden. Of wat leuke dingetjes zien. Iets in Japanse stijl of zo. Gewoon iets vets, weet je wel. Je wil dan ook wel wat halen wat je dan in Nederland bijvoorbeeld niet hebt. Dus we zijn gewoon een beetje lekker aan het struinen. Zo noem je dat, aan het struinen. Ik hoop straks nog even een vette speelgoedwinkel in te gaan. En ik hoop nog even iets van een vette grote anime winkel in te gaan. Dat lijkt me ook wel heel gaaf. Dus we lopen nu even onder de metrostation langs. Tenminste, onder de metro. Eventjes naar de andere kant. En er staan heel veel mensen trouwens altijd in de rij voor eten. Dus hier achter mij ook zie je heel veel mensen in de rij staan voor eten. En dat heb je echt bij veel plekjes. En dat schijnt ook normaal te zijn. En ze zijn ook super geduldig. Dat merk je ook gewoon. Dus dat is ook wel mooi om te zien. Nou, het is tijd, schat. Waar is tijd voor? Pokémon. Ja! Yes! Echt. We gaan erheen. Let's go! Ja. Naar welke? We gaan nu naar een grote, waar hopelijk echt super veel losse kaartjes te vinden zijn. Losse kaartjes? Yes! Yes! Oké, let's go, daar gaan we. We gaan naar Pokémon. Tijd is aangebroken. We zijn nu in een winkel, dames en heren. Nou, we zijn hier denk ik al zeker een kwartier en ik ben nog lang niet uitgekeken, maar ik wil ook de rest niet te lang ophouden.
Maar dit is een winkeltje waar je dus allemaal Japanse Pokémon kaarten hebt. Allemaal los, maar ook in boxen. Dus hier heb je allemaal Pokémon boxen te koop. Ik vind deze er heel vet uitzien van Charizard. Ik kan het niet allemaal heel goed laten zien, omdat het een beetje ver achter in de vitrine ligt. Maar het zijn wel allemaal hele vette boxen. Deze ook, 25-jaars editie van Pikachu. En hier heb je dus de PSA kant, daar. Hier heb je ook allemaal andere soorten kaarten. Hier heb je allemaal Yu-Gi-Oh kaarten ook, echt heel vet. Kijk, daar heb je de Blue Eyes White Dragon, die. Ook heel vet. Hier heb je allemaal verschillende soorten kaarten. Dit is allemaal van One Piece, zo te zien. Kijk dan hoeveel. Die kan je allemaal gewoon loskopen. Hier heb je bijvoorbeeld een super schattige Snorlax. En die is dan 80 yen. Dus dat is 50 cent of zo. 40 cent misschien. Kijk ook deze kaart die je hier hebt. Ook heel erg vet. Een Growlithe met Pikachu erop. Deze Pikachu kaart die je hier voor je ziet. Die is 528.000 yen. Dat is dus ongeveer 3.300 euro. Nou, zo bizar. Er zitten echt hele dure kaarten hier allemaal bij. Kijk, deze Pikachu kaart ook. Dit is echt super vet. Er zitten echt hele dikke kaarten tussen hier. We gaan er vandoor, dames en heren. Ze zijn beneden al op mij aan het wachten. Oh, wil je net gaan halen? Wow, joh. Ik denk, je laat even iemand voorgaan die naar boven gaat. Oh, wil je net halen? Ik kom al. Oh, hier is het ook lekker fris. Oh ja, dit is nog wel leuk om te laten zien trouwens. Maar dit is een wanted list. Dus dit zijn de kaarten die ze allemaal willen kopen van jou. Dus stel voor je hebt een Pokémon kaart dubbel, kan je dus hier komen en ze verkopen. Is toch ideaal? Dus als je bijvoorbeeld deze hebt van Dragonite, 15.000 yen. Wat een vette winkel is dat. Boy, yo. Daar ben jij nog naar binnen gegaan, hè? Gewoon per ongeluk. Ja, ik zag dit hier zo. Dit zag ik als voorkant. Toen dacht ik, wow, is dit niet een soort kaartwinkel of zo? Ja, echt super nice. Dit was echt heel vet. Niks gekocht, maar er komt nog wel. We zijn nu in een winkelcentrum hier. Of is ook een soort van, ja, min 1, zeg maar, beneden. En hier zie je allemaal eten afgebeeld. En deze vonden we er wel lekker uitzien. Dus nu gaan we hier naar binnen, gaan we even zitten en dan gaan we even lekker wat eten. Bij koffiekan. We hebben lekker ons eten gekregen, dames en heren. Dus we gaan lekker smikkelen. Je hebt een lekkere pizza toast. Ja, ik ben benieuwd. Hele goede pizza toast. Zo, de knetter. En wij hebben allebei de BLT sandwich. En salade. Ja. Mega. En kijk nou naar dit vorkje. Een raar vorkje. Ja. Ja, klopt. Met drie van die puntjes. Ja. Ziet er ook wel een beetje gek uit. Dit is een normale vork eigenlijk, maar... Ja. Schattig. Eet smakelijk. Lekker. Wouter is op dit moment aan het afrekenen. En dit vind ik zo sick. Kijk, Maiwen die heeft nu een tasje hier. Oh, dit is het beste voorbeeld. Maisha komt binnen, heeft een tasje. Doet hem dus hierin. En deze tas, die nemen ze dus mee van hier naar je tafel. En die zetten ze dan bij je tafel neer, zodat je je tasje zo erin kan doen. Blijft hij altijd mooi. Ja. Dat is gewoon. Bizar, toch? Dat is ook voor andere spullen. Hè? Dus niet alleen voor je tasje, maar ook voor... je boodschappen of je tas van de winkel of zo, waar je net een nieuwe t-shirt hebt gekocht. Zo andere dingetjes, van die kleine dingetjes die ik zo mooi vind om te zien. In Nederland heb ik nog nooit zoiets gezien waar je je tas kan neerleggen om het schoon te houden. Hé, hey, wat is dit? Ja. Pokémon Go. Ja, dat was gisteren Community Day. Echt? Van Rowlet. Ja. Gaat dan iedereen met elkaar afspreken en Pokémon vangen? Het was echt super vol weer met al die lures, weet je. Oh, jij speelt het nog? Nee, maar ik was wel benieuwd naar die... Oh, dus je ging wel even kijken, ja. Kijken. Pokémon Go, wauw. Dat was ook super cool. Ja, maar toen iedereen naar buiten ging, zo, ze zijn wel veel bezig. Ja, kijk, er staan nog steeds van die dingen aan. Dus er zijn nog steeds hier mensen nu aan het spelen. Ja, ik had sowieso heel veel reacties gekregen op Snapchat van mensen. Die zeiden van, Enzo, je moet Pokémon Go spelen daar. Ja. Want het stikt van de Pokémon die je in Nederland niet hebt. Oh, gezellig. Ja, dat kreeg ik te horen. Maar ik ga er niet meer aan beginnen, want dan zit ik de hele tijd... dan zit ik elke Pokestop te scrollen en te gooien. Je hebt hier in ieder geval goede swag voor wintersportkleding. Het ziet er wel echt nice uit. Check dit outfitje bijvoorbeeld. Dit is wel echt hard hoor. Dit outfitje als wintersport. Ik heb ook een roze board, hè. Mijn snowboard is ook roze. Ja, dit is een hard outfitje. Maar ja, het enige lullige is, je mag niet snowboarden dit jaar. Nee, maar volgend jaar wel weer. Dat is zeker waar. Let's go. Maar dan gaan we nu niet halen. Ik wou gewoon alleen even kijken. Kijk al deze leuke sokjes, ook van Chin Chin. Oh, zo lekker zacht ook. Kijk hoeveel leuke je hebt. Zo schattig. Slowpoke. Zo fijn. Eevee. Echt heel erg fijn dit. Wow, Dragon Ball Z sokken. Echt van alles.
Tom en Jerry, SpongeBob. Kijk, hier heb je ook allemaal wat Chin Chin. Zo leuk. Geniaal. Ik denk dat veel van jullie het geen eens kennen trouwens. Oh, check dit dan. We hebben gewoon Teletubbies. Wat? Een kaartcase? Huh, je hebt gewoon kaarten van Teletubby? Of wat is dit? Oh, dit is een sticker. Huh, maar dit is een kaartcase. Voor wat, voor welke kaarten dan? Check waar we nu zijn, dames en heren. Dit zijn allemaal grijpmachines. En je kan allemaal knuffeltjes winnen, schattige knuffeltjes. Zoals dit schattige knuffeltje. Het zal wel weer van een of andere anime zijn of zo, ik weet het niet. Hier zie je in ieder geval iets van Pokémon. En wat mij opvalt is dat er altijd eentje klaar ligt. Dus er liggen allemaal knuffels in de wand, maar er ligt maar eentje hier. Even kijken of deze gaat raakgrijpen. Nee, helaas. Maar hier zijn ze dus allemaal aan het grijpen. Zie je, overal ligt er eentje. Wow, echt superleuk. Hebben ze er al eentje? Nee? Ze zijn wel druk bezig. Maisha en Wouter, die zijn hier bezig. Heb je al wat gewonnen, Maisha? En ze krijgen niet werken, ze snapt niet wat alles betekent. Oh. Ik denk, ja, dat weet ik toch ook niet? Ik denk dat deze is voor hierboven. Want je hebt twee en dat je dus moest kiezen voor deze. Nou, we moeten nog even uitzoeken hoe het werkt. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga voor het middelste ding. Okay. Het moet goed zijn nu. Nou, laat zien dan. Kom op! Nog een keer. Ja, dit is dus het probleem. Het is wel een probleem inderdaad. Nee, we zijn er maar één keer. Dat is waar, zeker weten. Voorplay heeft hij gedaan. 4 keer spelen. Nou, dit is echt onmogelijk volgens mij hoor. Dit is wel heel moeilijk. Het ding staat veel te zacht. Kom op. Zo, hoe moet je deze gaan pakken? Ja. Daar komt ie. Oh shit. Oh. No! Laatste keer. Let's go baby. Dit heb je nog nooit eerder gezien. Oké, dit heb je altijd gezien. Onmogelijk. We liepen hier toevallig langs, dus we dachten we gaan even naar binnen, even koekeloeren. Maar we gaan weer naar een andere winkel, maar dit was wel leuk om even te kijken. Ja, dit is wel een mooi plaatje hoor, dames en heren. Kijk dan. Hoe nice is dit? Zo anders hè, dan in Nederland. Echt ongelooflijk. Echt vet zo. Geen idee waar we heen gaan, maar we lopen gewoon even een beetje die kant op. En dan komen we vanzelf wel weer iets moois tegen. Kijk dan, er loopt hier iemand opeens met een wagen met karton. Volgens mij is dat weer echt iets van een soort van grote speelgoedwinkel of animewinkel. Big Magic Card Shop. Daar gaan we even binnen kijken. Nieuwe Pokémon winkel. Yay! Oh. Deze open de winkel vandaag. Dankjewel Wouter. Wat, kijk hierboven dan. Wat? Hierboven is iedereen aan het spelen en aan het ruilen. Wow, dat is wel echt vet om te zien, hé. Hier beneden heb je dus de winkel. En daarboven zit hier gewoon te spelen en te chillen. Oh, yo. Hey, jullie moeten eigenlijk voor de gein eens boven kijken. Kijk, deze kaart zit erin. Het is een special card. Ja. Die kan erin zitten. Volgens mij zit die er sowieso in. Wow, die ziet er wel vet uit. Oh, je moet echt boven kijken. Ja. Dan zijn ze allemaal aan het spelen. Oh, echt? Dat is ja. Een ja, dat is echt super cool. Ja, echt zo'n een beetje nerdy winkel dit wel misschien. Maar wel echt... Nee. Ja, iedereen hier komt gewoon voor kaarten. Allemaal wanden met kaarten, allemaal zo ingedeeld. Je hebt ook een, 2 tablets hier. Daar zie je deze mensen nu op. En die tablets, daar kan je dus invullen dat je naar een bepaalde kaart op zoek bent. En dan... Ja, kan je dat vragen van, hey, waar ligt deze kaart? Ik zie daar trouwens ook weer zo'n tablet daar zo. Ja, echt bizar. Echt kaartenhemel. Niet per se Pokémon, maar allemaal verschillende soorten. En Myron? Die heeft er iets minder mee. Ja. Schatje, waar zijn we terecht gekomen? Echt bizar.
is dit allemaal? Wat? Er zit hier ook een vrouw met een map. Oh, dan kan je met een bepaalde kaart een character spelen of zo. Wauw, dit is een soort van game al. Wat is dit nou weer dan? Echt bizar. Hier kan je flesjes bier of zo, flesjes cola. Nou, hier kan je zo'n poppetje winnen. Echt, ze hebben hier de gekste machines, joh. Kijk wat deze guy aan het doen is. Wat zie ik? Oh my god. Volgens mij hit hij alles, die gast. Ik snap er helemaal niks van. Er zit hier ook iemand te spelen. Schat, dit is toch bizar? Wat gebeurt hier allemaal? Niet normaal, joh. Waar zijn we terecht gekomen, joh? Allemaal spellen. Kijk dit ook dan. Echt bizar om te zien, vind je niet? Het stinkt hier ook een beetje naar mannenzweet. Oké, we gaan weer naar beneden. Maar dit was wel vet om te zien, hoor. Wow, yo. Ja, hij slaat er helemaal op los. Volgens mij is hij goed, hoor. Volgens mij is deze gast heel goed. Hij heeft al 400 slagen achter elkaar. Dat is toch bizar, dit? Kijk dan. Kijk wat deze guy aan het doen is. Kijk dan. Dit is toch niet normaal? Dit is toch echt niet normaal, mensen? Deze maakt er ondertussen ook een feestje van. Ik weet echt niet wat ik zie, dames en heren. Dit is wel echt bizar, hoor. Echt niet normaal. En ik vind het ook gewoon mooi dat sommige mensen die je op straat ziet, zou je niet verwachten dat ze dan hier in zo'n gamehal verblijven en dan alleen maar muntjes erin gooien om te spelen. En ik merk ook dat sommige spellen werken op kaarten. Dus dan heb je bijvoorbeeld een kaart van een character en die stop je dan in het spel en die ben je dan in dat spel. En daarmee ga je dan spelen. Ah, heel sick. Echt niet normaal dit. Stop. En dan naar voren. Stop. Oh. Nou. Oh. Ja, maar nu wil Enzo nog een keer. Dat is pech, bal weg. Nee, ik ben sterk vandaag. We gaan er vandoor. Echt? Nee, we gaan nog een keer. Ik wil net zeggen. Ik wil net zeggen, oh, jij. Ja, kom op, man. Chauffeert mij ook even. Die bal die moet mee. Die bal moet mee. Nou, 500. Oh, dat past er niet in. Maar waar moet hij dit dan in? Ik denk dat hij in zo'n. Oh, de Changer. Dat is gewoon nog een extra game. Wauw, de Changer game. Oh. Altijd prijs. 200 yen erin. En dan gaan we. En stop. En stop. Ja, perfect. Okay, nu zou je moeten zeggen, dit is het. Als je nu niet pakt, dan werkt het gewoon niet. Ja, nee joh. Oh. Ja, nee joh. Ja, nee joh. Ja, nee. Wat zei jij nou? Nee! Maar dan staat hij gewoon echt slap. Dan krijg je hem niet. Nee hoor, let maar op. En stop. Ja, nee. Ja, nee joh. En stop. Perfect. Oh my god. Ja, nee joh. Perfect. En dat kan. Oh, maar dat is zo naar, hè. Staat te slap. Gaat je die ijs hebben? Nee. Maar één keer wat? Nee. Jawel, jij gaat. Maar je wint hem voor mij, hè. Kom op, Wouter. Oh mijn god. Huh? Oh, ik kan niet verder. Nee, je mag, kan maar één keer. Oh. Wouter. Joh, geen games spelen hier. Oh my god. Maisha, ga jij eens een keertje? Nee. Ik dacht, ik wil hem een paar keer tikken. Nee, je kan maar één keertje. Oh man. Oké, okay, je kan maar één keer naar links en daarna één keer rechtdoor. Oké, okay. Eén keer naar links. Nou, ja. Maar hij ligt moeilijk bij het randje daar. Oké, doe het voor de pokebal. Nou. Kom op. Nou, die ligt er goed op, hoor. Kom op. Maar het is die tik omhoog, waardoor die valt. Ja, nu echt dan. Oh my god. Ja, dan laat maar, hè. Het is zo pijnlijk. Want je ziet gewoon het geluk. Ja. Ja, ik vind het. Zullen we vragen? Oké, we gaan verder. Helaas. We gaan hier eentje proberen, dames en heren. We zijn gewoon op die Pokémon Fire. Ik weet niet wat je hier moet doen, eigenlijk. Maar je ziet allemaal Pokémon kaarten zo liggen. En ja, ik denk dat je het op een bepaalde manier moet doen, waardoor die
Ik denk dat als je hem hier doet... Nee, waarom daar? Je moet die stapel erin duwen. Ja, maar als je hier duwt en dan gaat naar beneden, dan gaat hij daarna naar buiten, waardoor hij die kant op duwt. Oh, dat is jouw tekst. Of is dat raar? Ik dacht zo, van je doet hem iets meer aan de linkerkant, dat hij dan zo grijpt en dan duwt hij het erin. 5 seconden. Oh, 5 seconden? Nou, ik doe dan jullie tactiek wel, ja? Ja, dat is ja, precies. Nee, kijk, nu neemt hij mee. Oh. Of niet? Nog een keer. Stapel. Ja, het is wel stevig stapel, maar het is nog één geweest. Dus. Okay, zo mooi. Maar de vraag is ook, wat voor kaart zit erin? Ja, dat is ook nog een vraag. Ja, dat kan je niet zien. Ja, man, waarom kan je dat niet zien, man? Ik denk dat het Shiny Charizard is. Ja, dat denk ik ook. Die van 100.000 euro. Ja, precies. Dus gewoon investeren. Ja. Ja, wat is handig. Nee, dit was een slechte, denk ik, hoor. Oh, verkeerde kant. Ja, dit is wel moeilijker dan ik dacht. Oh, weet je, ik ga die andere proberen, deze. En dan ga ik denk ik deze doen, aan de zijkant. Nee, deze is ook maar 100 yen. Nee, dan ga ik deze doen. Ligt hij er goed voor zo, schat? Ligt hij er goed voor? Ja. Oké, dan druk ik, hè? Jij zei ja. Schat, dat is fout. Oké, dan gaan we weer met deze bezig. Kom op. Ja, dit is hem, hoor. Oh. Maar dit is toch super moeilijk, of niet? We gaan nog een keer proberen. Ja, wil je niet de bingo doen? Kijk, ze hebben hier een bingo en dan gaan ze zo rad draaien en welke kleur je krijgt, daar krijg je een pakje van. Maar ja, die kunnen we ook al doen. Het is toch niet normaal, ze hebben hier alles voor gokken gemaakt, ja, hè? Dat is wel heel slecht eigenlijk. Die ziet er wel cool uit, dat pakje. Ja, die vind ik ook wel heel vet, ja. Kom op. Oh, let's go! Je hebt hem! Let's go, baby! Let's go! First pack of the day, je krijgt zelfs een applaus van mevrouw. Yeah. Ja, gaan we hem nu openmaken of niet? Ja, ja. Okay. Pak die Charizard. Kom op. Ja, daar gaan we. Dit is toch de nieuwste set ook? Ik heb echt geen flauw idee. Wel, die shiny pants, heb je? Ik weet niet of dat deze is. Ik weet ook helemaal niet hoe ik deze moet openmaken, wat voor volgorde. Are you ready? Are you ready, Freddy? Oh, ik zie al wat. Hey. Hey, de Dodrio. Oh, een shiny. Dat is cute. Oh, yo. Snoopy. Primeape of zo? Wow, het zijn veel kaarten, of niet? Visengel. Ja, dat was hem. Nou, leuk packje, hoor. Nou, mooi. Voor 100 yen was de poging. Ja, voor 100 yen. Nou, dat is 60 cent. Ja, ik heb hier nog 300 yen. Dus we kunnen nog even proberen. Nog 3 keer. En welke gaan we nu? Oh, je ziet daarboven trouwens de packs die waarschijnlijk allemaal erin zitten. Oh, die Evolutions, die is heel... Maar die zie ik niet, hoor. Waar is die? Dat is deze. Of niet? Dat is die gouden. Nee, een beetje een gele. Oh, maar die gouden wil ik eigenlijk. Oh. Wow. Hou op. Oh my god. Wouter, ja, wij dachten hetzelfde. Ja, wij dachten het. Ik voelde hem. Wij dachten hetzelfde, Wouter. Check deze. Kom op. Oh, nee. No way. Zo naar. No way. Hoe ga ik hem nu nog krijgen? Op. Nee, nu kan ik hem niet meer krijgen. Nee, lukt dat niet meer? Nee, ik kan er niet meer opkomen. Nee, ik kan er niet meer goed bij komen. Maar we gaan gewoon dit doen. Nee, dan heb je extra gewicht van die daarboven. Ja, dat is wel waar, ja. Of hij flipt hem erin. Schiet op! Oh shit. 3 seconden. Oh, nee. Yeah. Is het tijd voor de bingo? Ja, ga je de bingo doen? Ja, we gaan de bingo doen. Je betaalt hier dus 1000 yen. Ja. Als je een witte krijgt, dan krijg je een van die kaarten. Een white card is een random card. Oké. Oké, welke wil je het liefst? Oké, thank you. Oké, daar gaan we. Ja, ik wil het liefst natuurlijk... Oh, jij mag draaien. Ik mag... Ja. Oh, nice. Wow. Ik mag zelf draaien. Oh, daar gaan we. Oh, witte. Ah, witte kaart. Dan mag ik zelf eentje kiezen. Ja. Oké, nou, dan moeten we even kijken. Oh, gewoon eentje. Oh, dan pak ik gewoon deze. Oké, arigato. Nou, gaan we even kijken wat hierin zit. Dat was een korte bingo. Ik dacht, ik moet draaien. Oké, gaan we even kijken. Oeh. Oké, ik had beter kunnen grijpen op de grijpmachine. Ja, je hebt het lot. Ja, je kan beter getest. Een back doen dan dit, eerlijk gezegd. Maar stel voor, hè.
Stel voor je hebt deze, de zwarte. Je had zo rijk kunnen zijn. Ja. Maar ja, nu moet je doorgaan met werken. Succes, je mag verder met het vlog. Hier heb je. Hey, dankjewel man. Zo, maar dit is dus zo'n winkel met allemaal Pokémon kaarten. Wat dus wel een beetje gebaseerd is op gokken. Of nou, een beetje heel erg. Maar deze winkel, ik vind het wel heel erg leuk. Ik bedoel, je bent op vakantie en je neemt wat geld mee en je gaat wat dingetjes doen. Nou, bingo helaas is dan een witte geworden. Deze vind ik wel echt mijn favoriet. Ook omdat ik hier een pakje heb gewonnen. Deze was echt nice. En ja, voor de rest, dat is het wel een beetje. Ik wil eigenlijk deze hebben, maar ja, ik ga gewoon dit even één keer proberen. Maar volgens mij gaat het helemaal niet goed. Nee, ik zou er niet aan beginnen. Damn. Dan toch die zwarte daar, denk ik. Zo goed op het randje, even kijken. Je moet echt precies tussen vallen. Nou. Kijk, zoals dat. Oh. Ai, ai, ai. Zo denk ik. Oh. Nee, toch niet. Had ik nou zoveel geluk met die ene? Ik denk het wel, maar hij ging ook wel heel goed. Ja. Oh. Maar die ligt maar nu wel prima. Ja, precies. Nu komt deel 2. Je moet hem alleen niet terugbrengen. Kom op. Daar gaat hij, ja. Kom op, kom op. Ja, nou, hij kan hem best. Ja! Oh, ik moet hem er overheen tillen. Ik heb nog 3 muntjes, dan stop ik. Je moet altijd voor jezelf hebben, dan stop ik. En met 3 muntjes stop ik. Ja, dat lukt wel. En als hij na 3 niet is gelukt, dan pak ik hem over. Dan ligt hij al klaar. Ik denk dat ik gewoon hier ga doen, zo. Ik kan proberen. Ja. Oh, dit meen je niet. Het is zo naar. Dat was zo naar om te zien. Hij ligt nu echt, ja. Maar nu kan je hem echt gewoon. Ja, ja maar nee, maar en zo nu. Kom op. Nee, hij kan nu niet meer. Ik heb het verpest. Oké, okay, dit is de laatste coin die ik heb. Ik kan die niet meer? Nee. Oh. Wouter, het is nu aan jou. Kijk wat ik in mijn broekzak vind. Oh. Ik heb er 1. Als je met die ene hem doet, hè, dat zal heel nice zijn. Echt dikke winst. Oh, dat zal heel dik zijn. Maar welke dan? Ja, die, een nieuwe denk ik. Hè? Ja, ik zou die doen. Die je daar ziet liggen, die. Ja, niet die schuine. Nee, kom op Wouter, je hebt 1 kans, je hebt 1 kans. Ja, dit ziet er goed uit hoor. Ja, dit ziet er goed uit, ja. 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 Oh, dat zag er heel slecht uit. Dat was echt een hele slechte poging. Zo, dat is een goede poging. Maar jij hebt ze allemaal hier zo schuin neergelegd. Dan kan ik er niet meer in werken. Ik heb ze wel vervelend neergelegd. Ja, dan kan ik niet werken hier. Jammer. Helaas man, was wel leuk. Maar je had er wel eentje. Precies. Je had een goede bingo, die was leuk. Ja. Dat was echt een anticlimax. Ik dacht draaien en eentje plop, een witte, oké. We hebben hier nog 2 automaten, dames en heren. En dit is 100 yen per automaat. Nou, en dan gaan we. 100 yen erin. Dan gaan we deze even bewegen. Gaan we voor die zwarte hier. Ik denk dat die zo goed is, denk ik. Ik denk niet dat die goed is. Oké, probeer jij eens een keer, Wouter. Ja, maar ik ben hier zo goed in. Ja. Anders moet je dat jongetje straks laten. Ja, dat jongetje die... Dat zijn jonge gamers, die kunnen dat beter. Mm. Oké. Kom op, Wouter. Moet je even kijken welke plek. Ja, ik denk die zwart dat die top is hoor. Ja. Oh! Oh, Wouter. Het was wel beter dan de vorige keer. Dat is zeker waar, dat is zeker waar. Oké, okay, hij ligt er wel mooi klaar, ja. Go for it. Ik denk dat dit goed is. Zo. Oh, oh my. Maar God. Hij was er bijna ingeflipt, hè? Ja, dat weet ik. Hoeveel heb je nog? Laat ze dat handje zien. Laat ze even dat handje. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Okay, ik ga voor deze. Opeens ga ik naar een andere automaat. Ja, dan druk je gewoon even snel en dan zul je gewoon zien dat je hem hebt. Gewoon 3 tegelijk. Even die hele automaat leeg scheppen. Oh. Oh my god, dit meen je toch niet? Oké, okay, maar nu heb ik ja, maar nu kan je hem. Ja. Nu kan je hem. Kijk, nu doen we gewoon zo. Let's go! En hebben we nu echt een flutkaart? Kom, nee, maar laat even aan de dames zien. Oh ja, de dames zitten op je te wachten. Ja, dat is wel leuk. Nee, joh. Ik heb hem. Zal ik hem even aan jullie laten zien? Wow! Wow. Een EX-kaartje.
Oh, eentje? Ja, eentje. Ik denk dat het zit echt 10. Ja, dat dacht ik ook. Okay. Tot nu toe is jouw avontuur niet zo goed. Mijn avontuur is niet zo... Hij gaat er heel goed op. Wouter gaat er heel goed op. Nee, het was niet echt een succes dit. We kunnen beter gewoon pakjes kopen. In plaats van... Gokken. Dit, ja. Dit is niet goed hoor. Dit zou ik niet spelen. Aangaan. Nee, we gaan verder. Maar het was wel leuk. Leuke challenge. Je wilt nog goed maken, hè? Maar ik voel me echt slecht, Wouter. Nou, kom, gaan we voor jou een ijsje halen. Yay! Maisha. Wat heb jij gekocht? Super lekker. Ik heb je dat nu voor de tweede keer zien eten. Het is ook zo lekker. Het is kip. Ja? Met groentes erin. Ja, het ziet er niet zo heel smakelijk uit. Nee, ik wou net zeggen, het ziet er niet per se heel lekker uit. Maar het is wel met zeewier eromheen. Het is eigenlijk gewoon een sushi hapje. Nice. Maar heel lekker. Very cute, very cute. En ze zijn hier gewoon kebab aan het verkopen. Het ziet ook best wel gek uit, eerlijk gezegd. We zijn nu echt in een soort van game winkelstraat of zo. Heel veel van die gokmachines. Echt heel veel. En de gokken schijnt toch een soort van verboden te zijn of zo. Maar ze maken het op zo'n manier dat het toch wel weer een beetje kan of zo. Er lopen hier ook heel veel van die meiden rond. Met van die soort van cosplay outfitjes. Die dan bordjes hebben. En dan voor 1000 yen. Wat was nou? Kan je met hun chillen of zo? Wat was het precies? Het is een soort van eetcafé, dus je kan er wel echt eten. Maar dan gaan ze allemaal dansjes doen en gewoon gezellig. Ja. Beetje socializen. Entertainment, ja inderdaad. En ze verzorgen je, noemen ze het ook wel. Oké. Okay. Wouter kan het beter uitleggen. Ja, best wel gek. Want ja, het zijn gewoon allemaal van die meiden die zo staan met die bordjes. En ja, daar verderop zie je er ook eentje staan. En die staat dan papiertjes uit te delen. En ja, die probeert natuurlijk gewoon mensen naar binnen te krijgen bij zo'n eetcafé. Waar dus van die meiden die allemaal die helemaal leuk en cute uitzien. Ja, blijkbaar dansjes doen en zo. Ik kan nog wel even aan Wouter vragen. Dat is best wel gek eigenlijk als ik het zo vertel. Wow, ik wou gaan schreeuwen Wouter, maar niemand doet dat hier. Je hoort niemand eigenlijk hard praten of schreeuwen. Als je kijkt hoeveel mensen hier wel niet zijn en hoe rustig het is. Ja, dat is best wel relaxed eigenlijk. Wouter! Ja. Wouter, hoe zit dat nou met die mates? Ja. Ja. Oh, wat moet ik erover vertellen? Ja, nou, ze neem je dus mee naar een eetcafé en dan gaan ze voor je dansen. Ja, niet een eetcafé, maar een meetcafé. Een meetcafé. Ja. En dat betekent dus dat je kan eten, maar ook door een vrouw vergezeld wordt. Ja. En dan niet seksistisch, maar gewoon gezelschap. Nee, ja. Nou ja, heel veel mensen in Japan zijn alleen. Dus er is heel veel eenzaamheid. Dus als jij misschien ook in je eentje bent, ben je best wel toe aan wat... Gezelschap, vrienden, mensen die blij zijn, vrolijk doen. Nou ja, misschien zelf, dansjes of zo zijn natuurlijk wat meer meiden die zich iets meer expressief gedragen. Dat ze niet stil naast je gaan zitten ineens. Maar maken wel gewoon een gezellige bende ervan. Ja. Dus dat is volgens mij een meetcafé, maar ik ben er zelf ook nooit binnen geweest. Maar dat heb jij ooit ergens gelezen of te horen gekregen? Of? Ja, nou ja, je ziet inderdaad de meiden, ze staan hier soms, daar is iedereen en daar is iedereen en daar en daar. Dus ik was wel benieuwd wat het inderdaad was en dat was wat ik online kon. Ja, precies. Ja, het is best wel gek. Apart, hè? Ja, ze zien er allemaal wel heel gezellig en cute uit. Maar ja, ik heb het zelf alleen niet nodig. Maar ik kan me wel... Bij al, hè? Maar ik kan me wel voorstellen dat als je alleen bent en je wil gewoon even wat eten en met een gezellige, knappe dame gezelschap hebben, dan zou je dat wel eens kunnen doen, ja. Dit is waar ik graag eventjes wilde kijken, dames en heren, bij deze winkel. Het is weer een groot gebouw. Je kan dus waarschijnlijk ook weer meerdere verdiepingen bekijken. Dus laten we hier naar binnen gaan. Ik heb geen idee wat dit allemaal is, maar het is allemaal nieuw. Allemaal cd's die ze hier verkopen. Het zijn wel allemaal hele vrolijke plaatjes, zoals je ziet. Hier hebben ze oud en nieuw gevierd. Dames en heren, we zijn weer in een winkel waarin ik niks herken qua anime of wat je allemaal hebt hier. Ik heb geen flauw idee, maar één ding weet ik wel. Het is poepiedruk. In elk gangpad staat het helemaal vol met mensen. En iedereen zit dingen te pakken en te kopen en iedereen heeft wat in zijn handen. Het is echt, dit is gewoon echt de shit hier zo. Het is echt bizar. Ik zit echt te kijken wat het allemaal is, maar ik ben echt een complete verdwaalde vreemdeling hier. Maar het is wel heel leuk om te zien. Oké, deze winkel, dames en heren, was echt bizar. Echt bizar. Ik snap er helemaal niks van. Iedereen zat maar te graaien en te graaien.
naar iets van sleutelhangers of zo. Echt verdiepingen vol. Deze allemaal verdiepingen vol met sleutelhangers en plaatjes en anime poppetjes en wow, het is zo bizar. Het is zo'n andere wereld. Van alleen maar van dit soort poppetjes ook en kaartjes en echt bizar. Overal lijkt ook wel eigenlijk een beetje hetzelfde nu, hè? Ja, klopt. Echt bizar. Ja. Als het goed is zijn we er bijna. We hebben heel even de taxi genomen. En ik zit gezellig voorin met, ik heb geen idee, ik kan nergens een naam vinden. Maar ik weet wel, het is een Certified Japan Professional Driver. Dus we zitten met een goede driver in de car. Jullie in de back. Hoi. Ze hebben allemaal welkom van die lekkere kleedjes ook. Party in the back. Ja, lekkere... Ja, dat is wel echt fijn. Supreme. Ja. Yeah. There? Oh, yeah, perfect. Je wordt wel helemaal voor de... Narigato. Narigato. Zo, nice, daar zijn we. Boom. Heel nice. Oké, daar zijn we, schat. Dit is de Carhartt, dat is een mooie winkel. En hier hebben we Supreme winkel. Dus daar wil ik ook wel even kijken. Uniqlo. Ja, hebben we ook al gezien, ja. Ja? Ja. Oké, okay, hier gaan we even kijken. Mogen we alleen niet filmen daar binnen, zag ik bij de reviews al staan. Maar we gaan wel eventjes naar binnen even koekeloeren. Daar gaat de taxi weer. Bye. Zo, dames en heren. We zijn heel even bij de hotelkamer om wat tassen te droppen. We zijn echt flink geslaagd. Of ik ben grotendeels flink geslaagd. Dat ga ik jullie later allemaal wel laten zien. Maar we zijn dus even bij Supreme geweest. We zijn bij Bape geweest. En we zijn bij Ape geweest. Het zijn echt drie hele vette winkels. Alleen ze hebben gewoon echt een hele strenge policy. Geen foto's, geen filmpjes. En geloof me, ik heb het toch even stiekem geprobeerd. Maar het is echt een no-go. Het lukt je gewoon niet. Dus ik heb voor de rest helemaal niks van kunnen filmen daarvan. Dus helaas. Maar we gaan nu gezellig met z'n viertjes op pad naar wat lekkers om te eten. We zijn hier weer in de winkelstraat. En ik zeg weer, omdat volgens mij zijn we hier al geweest. Sommige dingen lijken echt heel erg op elkaar. Maar dit is wel echt een mooie winkelstraat. Overal de Japanse vlag gaat helemaal door naar die kant. Helemaal door naar die kant. Het is echt heel erg lang. Met alleen maar weer winkeltjes. En dus hier in zo'n klein steegje een eettentje. Maar we hebben hier net even gekeken. Wouter en Marvin die gaan nog vast naar boven. Maar Maisha en ik gaan sowieso even naar deze winkel naar binnen. Maisha en ik zijn heel erg van hetzelfde, van die gadgets. Ik heb geregeld dat wij even hier naar binnen kunnen. Okay, let's go. Ja, Maisha en ik zijn heel erg van dit soort gadgets en Pokémon dingetjes. En ik heb ook iets van Yu-Gi-Oh! Gekocht vandaag. Super nice. En volgens mij kan je hier ook pakjes halen. Ja. Oh, kijk, hier kun je ook allemaal kaarten halen volgens mij. Kun je kaarten opzoeken. Wat heb je hier? Wow, allemaal Pikachu. Allemaal Pikachu kaarten. Het is altijd zo lastig te zien in de vitrine, maar het is wel echt allemaal kaartjes weer. Kijk dit ook. Ook iets van een Pikachu item. Kijk deze hele muur weer vol zijn. Met allemaal kaarten. Kijk dan hoeveel. Kijk dit ook. Wow, yo. Kom kijken. Kijk wat dit is. K-pop. Ja, wij komen eraan. Straks daar even. Oké, Maisha, ik had niks gezegd. Ik had niks gezegd, sorry. Ik dacht, wij kunnen hier vast wel even kijken. Maar blijkbaar niet. Sorry, mijn schuld. Ik neem het op, ja. Moesten we komen dan? Ja, we zitten op tafel. Oh, oké. Nou, gaan we lekker aan tafel zitten. Gaan we lekker eten. Oeh, maar daarna naar die winkel daar tegenover. Tijd genoeg. Dit zijn allemaal lekkere stukjes vlees. Die we als het goed is zelf kunnen bakken. Hallo. Hey. Hallo. Oh, kijk dan. Hier hebben we een eigen roostertje. En hier kunnen we gewoon lekker die vleesjes op bakken. Maar hij zei tegen mij, ja, we kunnen er wel even heen. Sorry, mijn schuld. Oh, lekkere sausjes, alles. Wauw. Gezellig hoor zo. Echt nice. Nou, hier gaan we even lekker zelf kokkerellen. Lekker. Oké, we kunnen dus hier op de tablet kunnen we allemaal lekkere vleesjes bestellen. En die kunnen dan uiteindelijk gewoon hier zelf op dit ding doen. Het is al lekker heet.
Hij heeft hem net aangezet hier zo. Hij staat op standje 2 van de 3. Dus hij kan nog heten eventueel. Ook lekker voor je handen inderdaad. Ja, lekker waar. Proost allemaal. Proost. Proost. Proost schatje. Wouter, wat heb je net geleerd? Ik heb net het eerste gerecht gekregen en dat is olie. Olie. Techniek. Lekker hoor, dat is inderdaad gewoon olie. Oh, rijst, nice. Arigato. Kijk, lekker rijst voor ons allemaal. Ik denk dat dit genoeg olie is. Oh, maar dit is gewoon olie, wat de heck? Ik denk een beetje kokosolie af. Oké, dan hebben we hier short rib wagyu beef. Kijk hoe goed dat eruit ziet. Wie heeft die besteld? Wat denk je? Maar iedereen kan gewoon pakken hoor. Maar ik zal hem wel als eerste, ja. Kijk dan. Oh. Kom maar pakken. Dit ziet er wel. Lekker hè? Dit ziet er wel lekker uit. Nee? Volgens mij pakt het denk ik ook wel. Ik ben benieuwd. Ja, je moet niet te lang doen. Niet taai worden. Nee. Daar gaat hij. Eerste stukje wagyu. Oh, dat ziet er wel goed uit hoor. Wow. Gaat hij lekker zo'n vlammetje hoog? Kijk dan. Kijk dan, wat een chef joh. Ongelooflijk. Kookt hij niet thuis maar zo goed hè, Mario? Ja, echt. Barbecue kan hij wel. Ja, precies. Weet je wat nou de specialiteit is? Terwijl je deze gaat eten, meteen nog eentje op doet. Oh, werkt het zo. Kijk, precies op hetzelfde plekje. En nu ga ik dit lekker eten. Zo, dit is echt zo'n plakkerig rijst. Zo lekker. Mm. Dit snij je niet, dit eet je gewoon zo met stokjes toch? Ja. Het gaat hartstikke goed. Kijk! Wauw! Wauw! Wauw, wauwie! Lekker? Zeg los! Wauw! Wauw! Dit is special. Kun je special effects erbij? 3, 2, 1. Wauw! Dit is wel echt wauw hoor. Ja, is die goed? Maar dan ga ik ook een stukje pakken. Goed gebakken? Ja. Nou. Heeft de chef goed gedaan? Dit heb ik echt goed gedaan. Goed, ja. Wauw. 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 Oké, okay, we zijn klaar met eten en ik wilde dus hier wat aan Maisha laten zien. Oh, ze loopt niet met me mee. Oh ja, hey. Oh. Kijk, deze afdeling wilde ik aan jou laten zien. De K-pop afdeling. Kijk dan hoe dit eruit ziet. Kijk hoeveel foto's van alle K-pop mensen. Maar het zijn volgens mij ook steeds heel veel van dezelfde, toch? Ja, klopt. Echt enorm veel. Echt sparen. Kijk dan. Echt zoveel. Ze zijn gewoon duurder dan de Pokémon-kaarten, hè? Ja, bizar. Ja, echt alleen maar. Allemaal K-pop. Oh nee, hier, BTS. Oh, BTS heet het. Ja, dit wordt ook veel gekocht hoor. Van die sleutelhangers en zo. Dat is echt niet normaal. Echt bizar. Dit is een hele wand gevuld met allemaal poppetjes. Hier zie je allemaal Naruto poppetjes. Allemaal van die beeldjes. En hier zie je allemaal One Piece beeldjes. Als ik het goed heb. Tenminste, dat zag ik net ergens staan. Ja, dit is One Piece. En hier zie je allemaal Dragon Ball Z poppetjes. Wel heel erg dik hoor. Ik ben op zoek naar een Yu-Gi-Oh poppetje. Die zou je als het goed is ook ergens moeten hebben. Maar tot nu toe zie ik alleen maar heel veel One Piece. Veel Dragon Ball Z. En voor de rest nog allemaal andere anime die ik niet ken. Hier heb je weer zo'n vette auto staan. En dan hier weer allemaal mooie billboards. Ah, we mogen gaan lopen. Ook al kwamen er zojuist de hele tijd geen auto's aan en is dit pas de eerste auto die aankomt, toch steekt er niemand over en loopt niemand hier door rood. Tot zover ik kan zien. Af en toe zwaaien is mensen volgens mij op de achtergrond. Maar mensen zijn zo geduldig hier. Het is zo mooi om te zien eigenlijk. Je ziet eigenlijk nooit iemand rennen, nooit iemand schreeuwen, nooit iemand veel geluid maken. Ik bedoel, als je ziet op wat voor drukke plekken we soms zijn geweest vandaag, zie je absoluut niet veel gekke dingen gebeuren of zo. En gewoon, iedereen is zo rustig en zo chill en zo kalm. En het is echt bizar. De auto's zijn ook bijna alleen maar elektrisch, geloof ik. Dus daar hoor je ook niet heel veel van. Het is echt, je hoort ook niemand toeteren. Ik heb nog niemand horen toeteren. Dat is best wel anders, hè. Dat is zo gek. Dat is zo fijn eigenlijk. En hier lopen we de zoveelste winkelstraat binnen. En hier zie je dus gewoon echt weer een hele lange strook met allemaal winkels. Echt alleen maar. Dat is wel een lekker truitje hoor, schat. Lekker warm, hè? Ja, die is wel lekker warm. Ja, dat is fijn.
Deze winkel is zo goed georganiseerd. Het is echt bizar. Kijk hoe dit allemaal erbij ligt. Ook op kleur, op maat. Het is echt de perfecte winkel gewoon. Echt niet normaal, kijk dan. Hey mensen, woe! We zijn in Japan baby. Hey, handen links, naar rechts, naar links, naar rechts. Woe! Ik zal heel eerlijk zeggen, ik begin nu wel een beetje last te krijgen van de jetlag. Maar we gaan proberen even vol te houden nog. En dan gaan we sowieso lekker, hey, gaan we sowieso lekker slapen vanavond. Woe! Kijk al die bordjes hier ook boven hangen. Hoe fijn is dat? Geen idee natuurlijk wat er staat. Maar gewoon dat er zoveel hangt. Zo fijn. Wat hebben we hier voor tasjes? Ook weer zo mooi georganiseerd, allemaal opgehangen. Allemaal zo perfect bij elkaar. Ik denk dus dat je camera hierin past. Zullen we even proberen de kijkers daar erin te doen? Ja. Helaas, het past er niet helemaal in. Ik ben nog steeds zo blij met deze Supreme tas die ik ooit heb gekocht. En die gewoon groot genoeg bleek te zijn voor mijn camera. En nog meer. Het is echt een van de beste aankopen ooit. Want dit tasje heeft er gewoon voor gezorgd dat ik mijn camera niet altijd meer hoefde mee te slepen aan mijn hand. Maar dat ik hem gewoon in mijn tasje kon doen. Het is echt een super goede aankoop. Alleen ja, dan heb ik wel altijd hetzelfde tasje. Maar het werkt. Het is ideaal. Even een lekker sjaaltje erbij is niet dom hoor. Hey. Hoi. Overal spiegels hier. Hoi. Hey, lekker sjaaltje gekocht trouwens, dames en heren. Boom, lekker sjaaltje voor de kou. Heerlijk. Dames en heren, check dit. De Lamborghini Urus. Helemaal in het zwart. Hoe sick. Damn. Heel vet. Dames en heren, check deze winkel. Helemaal vol met, hoe noem dat? Gachapon. 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 Gachapon, zo heet het, ja. Damn. Je kan dan allemaal van die dingetjes paren. Kijk, hier hebben ze Minecraft. Oh ja, je kan hier een TNT blokje. Ja, kijk, hier zie je ze er doorheen. Oh, ze zijn best wel groot. Hier zie je zo'n TNT blok. En hier zie je ook iets van Minecraft. Een creeper. Superbal. Ja, je kan hier zo... Tamagotchi, ja. Dat is vet. Wow, Tamagotchi, dat is oud, hè. Echt. Maar bizar, dit zijn maar een paar. Hier heb je er maar een paar, daar heb je er een paar, daar heb je er een paar. Maar check eens even hoeveel je hier binnen hebt. Gewoon die hele winkel staat vol. De hele winkel staat gewoon vol met van die dingen. Dit is echt bizar. Dus kijk dan. Echt compleet. Je kan allemaal... Van die miniatuur dingetjes kan je eruit halen. En gewoon overal. En mensen zitten te zoeken naar een soort van limited editions of zo. Of om collectie compleet te hebben. Het is echt bizar. Het is toch gek, hè? Ja, ik kan er maar geen genoeg van krijgen, hoor. Van dit soort plekken. Dan krijg je echt een soort van gekke prikkel of zo. Ik weet niet wat het is. Ik weet ook helemaal niet waar ik naar kijk. Ik vraag me af, gaan mensen dan echt kijken bij zo'n automaat van ik moet die nog hebben? Zal die er nu goed voor liggen of niet? Ik weet niet of dat zo werkt, maar soms zie ik wel mensen bij zo'n apparaat helemaal zo kijken en zo. Geen idee. Kijk, hier heb je een capsule Toy Planet. Hier heb je eentje van, ja, of Pikachu of Charizard. Hier ook iets van Pikachu. Ik denk dat ik, oh hier ook. Oh, dit is allemaal Pokémon trouwens. Oh, Kirby zie ik daar. Kun je eentje doen? Ja. Oh, deze zijn cute. Ja. Die van Togepi. Die is echt cute. Is ook al heel cute. Maar ik denk dat ik een van deze doe. Dat is een sleutelhangertje. Oh ja. Of deze. Oh, die is heel leuk. Ja, die is ook al cute. Ja, en die Chansey ook trouwens. Oké, daar gaan we, dames en heren. 300 yen heb ik hier. Als het goed is, krijgen we daarmee één capsule. We hebben. Ja. Oh, hoe heet die ook weer? Oh, Electric Kid. Zoiets? Ja. Cute. Geniaal. Ja, en dan kan je ze dus allemaal verzamelen. Slaap lekker. Slaap lekker. Jongens. Tot morgen. Tot morgen. Arigato. Arigato. Zo fijn. Arigato. Dankjewel. Oké, we gaan lekker naar de kamer, dames en heren. Het was een lang dagje eigenlijk. Zo dames en heren, dat was het voor vandaag. We gaan morgen weer een leuke dag hebben. Vandaag veel dingen gezien waarbij we dachten, wat is dit allemaal? Maar op een hele positieve leuke manier dat we echt zoiets hadden van wauw. Vooral ik geloof ik. Maar ik heb enorm genoten. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Morgen gaan we naar Nara. Dat is een soort van park met allemaal hertjes. Of we gaan naar Kyoto. We gaan sowieso naar allebei, maar we weten niet wat voor volgorde.
Nogmaals, als jullie tips hebben, laat het weten in de reacties. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.